Maar dat is ook gezet. Broodje. Wat eet je nou? Broodjes. Rijstpap, van alles. Maar wat is nou belangrijk om binnen te krijgen zo vlak na de koers? Suikers eigenlijk. Dat kan ook bijvoorbeeld in dit snoep zitten hier. Echo. Echo en een nieuw dekbed. Valt het mee of tegen de kamer? Ziet er goed uit. Ik heb drie bedden, mijn eigen bed in het midden. Nee. Echo en lekker cool. Dus je doet net alsof je ziek bent om alleen te slapen vanavond? Nee, ja, we zijn met 9 man. En vaak wisselen we een beetje door. Dus op zich is dat. Ik heb die eerste paar dagen bij Pieter geslapen. Toen lag Bram alleen. Toen heeft Pieter een hele tijd alleen geslapen, lag ik bij Bram en nu ligt Bram weer bij Pieter. En zo wisselen we een beetje door. Anders word je elkaar ook heel snel zat, hè? Nou, dat valt mee hoor, maar oneven aantal is altijd een nadeel dan. Dus, maar op zich, ik heb er helemaal geen probleem mee. En wat doe je nou meestal als je op je kamer komt? Als eerste pak ik mijn laptop eruit. Een beetje ruimte, mijn toilettas. Normaal gesproken zijn we al gedoucht in de bus. We hebben douches in de bus, dus maar nu is de finishplek dicht bij het hotel, dus we moeten hier nog even douchen. Ik neem altijd met grote rondes, neem ik altijd veel te veel kleren mee. De verzorgers die klagen al dat mijn koffer al veel te zwaar is. Maar ja, je weet het nooit, hè. Die hebben kost dagen dat het heel veel regent en zo, dus ik moet altijd wel extra kleren meenemen. Ik weet beter te veel dan te weinig mee hebben. Jullie hebben nou allemaal je eigen matras gekregen die elke keer ook weer klaar wordt gelegd voor jullie in het hotel. Helpt het volgens jij? Ja, het is wel lekker moet ik zeggen. We hebben nu in ieder geval een schoon dekbedje erop. En ik vind vaak de matras maakt mij op zich nooit zo heel erg veel uit. Maar ik vind een kussen en zo, dat verschilt nog eens in een hotel. En het kussen is in ieder geval goed. Is er nou iets wat je echt mist van thuis, tijdens een ronde? Ja, mijn vriendin. Ja? Ja, die kan niet meer in de koffer, hè. Dat is wel een nadeel, ja. Maar nog ruim een week. Hebben jullie veel contact samen? Ja, toch wel een paar keer per dag, ja. Ja? Normaal gesproken naar de koers moet ik gelijk even een berichtje sturen. Ik denk dat ik nog geen tijd voor gaat trouwens, ben ik vergeten nog. En de s'avonds even bellen.